Zeg, Maarten, het lijkt alsof we al heel lang niks meer van je hebben gehoord. Nou, dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo. Nou ja, heel lang, heel lang. Ik heb zeg maar een jaar niks uitgebracht. Maar als je daarvoor terug gaat kijken, ja, had ik bijna elke maand, of bijna, ik had elke maand had ik wel een liedje. Dan komt ik heb altijd zoveel ideeën als ik wat hoor. Dan denk ik van, oh leuk, daar gaan we een liedje van maken. Of ik ben bezig met iets en dan schiet er een tekst in mijn hoofd. Dan denk ik, hé, dat is leuk voor een liedje, daar gaan we wat mee doen. En ja, voorheen ging het gewoon allemaal veel makkelijker. Dan werd muziek ook inderdaad echt nog verkocht. Dus dan maak je een liedje en dan werd dat verkocht. En dat, de kosten om een liedje te maken, in een studio en een videoclip, dat ging wel gelijk op met wat er verkocht werd. En nu is het gewoon, ja, levert het eigenlijk helemaal niks meer op. Je moet het echt hebben van je boekingen en van je optredens. Maar ik zie het zo, elk jaar wil ik in ieder geval wel één keer een plaat maken. Natuurlijk met carnaval, want als er één muziekstroming is wat ik gewoon echt, ja, tof vind, is natuurlijk de carnaval. Dus één keer per jaar met carnaval horen jullie sowieso van mij elk jaar met een carnavalsplaat. En dit jaar, ja, je ziet het al een beetje, ik ben verkleed als Fakir. De tekst die we erop gemaakt hebben is Fakir, komt u Fakir. En ja, de melodie zelf bedacht, tekst zelf geschreven. Het is echt een authentieke carnavalsplaat. Ik heb heel lang een beetje een apres-ski-achtig iets gedaan, toch met een biekje eronder. En ik dacht, ik ga toch een echte originele carnavalsplaat opnemen. En dat is dit geworden.